Welkom bij de podcast De Verliescirkel. Ik ben Hanneke Fiddelaars van Expertisecentrum Omgaan met Verlies. En samen met Riet Fiddelaars Jaspers maak ik deze serie. We voeren gesprekken en interviews over verlies op vele gebieden van het leven. Mira Fetekou werd geboren in Roemenië en groeide daar vanaf haar 13e op in internaten. Haar Nederlandse man André leerde ze tijdens hun studie in Boekarest kennen. Ze trouwden en verhuisden na een paar jaar met hun dochter naar Nederland. In Roemenië was Mira radiomaker en schreef ze verhalen. In Nederland ging ze verrassend snel in het Nederlands schrijven, met André als haar taalmaatje. Zoals ze zelf zegt, van mijn moedertaal besloot ik te scheiden. Inmiddels heeft ze 7 boeken gepubliceerd en is bezig aan haar 8e. Vorig jaar overleed André, amper 51 jaar oud. Riet las een essay in de Groene Amsterdammer waarin Mira openhartig spreekt over haar rouw en de verschillen tussen rouwen in Roemenië en in Nederland. Ze schrijft: alles wat ik de laatste 17 jaar onderdrukt heb, komt nu naar boven. Blijkbaar was ik nog steeds een Roemeense die haar wortels miste. Ik miste zeker de rituelen rond de dood. Luister naar het gesprek van Riet met Mira. Ik ben vandaag, heb ik een lange reis gemaakt naar Scheveningen. Met prachtig weer overigens, dus het was geen straf, naar Mira Fetekou. We zitten hoog in een flatgebouw waardoor we de zee kunnen zien, hè, Mira, dus dat is prachtig. Ja. En de aanleiding om met jou contact op te nemen is een artikel in de Groene en in onze taal. Vooral over het feit dat jouw man André vorig jaar overleden is en waar je ook dingen schrijft over taal en over rouw. En dat vond ik, dat vond ik erg de moeite waard om eens met jou over te praten. Af en toe horen we geluiden van buiten. Ja. We hebben hier ook... We wonen in de stad, hè? Ja, je woont in de stad. Ja. Ja. En aan onze voeten ligt Leo. Mijn hond. Jouw hond, die jou vanmorgen ook al erg liet schrikken. Ja, precies, want hij is oud. En de dierenarts zei dat hij nog max 6 maanden zal leven. Ja. Dus het lijkt dat de dood mijn leven gekoloniseerd heeft. Ja. Ja. Dat ik een nieuwe dimensie heb leren kennen. Dimensie van het leven. De dood. Ja. Ja. Dus ik hoop hem nog bij mij te hebben. Want hij is een schatje. Hij is mijn maatje nu. Ja. Hier, zoals je ziet. Ja. Ja. Nou, tot nu toe is hij heel lief. Ik ben nog steeds bezig met de dood van mijn man. En dat zal ook zo blijven. Ja. Ik hoor ook verschillende verhalen van mensen die dat hebben meegemaakt. Rouwen, hoe lang duurt het? Hoe lang heb je nodig om een beetje een plek te geven aan wat je hebt meegemaakt, zoals we in het Nederlands zeggen. Ja, en iemand zei tegen mij vorige week, het tweede jaar is moeilijker en ik begin te begrijpen dat het zo is. Mm-hmm. Ja, mijn man is op 1 juni 2022 overleden. Het eerste jaar is het jaar van de shock. Ja. Je blijft in shock. Ja. Maar het tweede jaar kom je uit de shock. En dan begin je met verwerken. Begin je het harde werk eigenlijk. Mm-hmm. Je moet door. Je weet niet hoe. Ik begrijp nu waarom partners van dode mensen ook dood gaan soms. Mm-hmm. Je hoort vaak, 3 maanden later is zijn vrouw ook dood gegaan. Ja. Dan denk je, hè? Dat is raar. Het is net een boek van Agatha Christie. Hoe kan dat? Ja. Maar nu weet ik hoe dat kan. Want de dood blijft in huis hangen. Je bent constant bezig met de dood. Ja. En je hebt momenten waarop je denkt, ik ga door. Maar je hebt een groot deel van de tijd denk je, het zal me niet lukken. Hmm. En ik wil ook niet meer. Ja. Dus ik weet nu hoe dat komt, dat partners doodgaan. Ja. Ja. Dat noemen ze het overlijden aan een gebroken hart. Ja, je hebt een gebroken leven. Je weet niet meer hoe je verder en waarom je verder moet. En als je kinderen hebt, heb je een reden. Je voelt je verplicht om door te gaan. Maar je leven is gebroken. Ja. Er zijn 2 dingen. Ten eerste,
dit is iets wat ik niet kan accepteren. Hoe kan een man van 51 jaar doodgaan? En ten tweede, dus het is onrechtvaardig in mijn ogen. En ten tweede, mijn man heeft mij alleen achtergelaten. Mijn grote liefde. De man voor wie ik mijn land heb achtergelaten, mijn taal. Dit is het tweede deel. Dat ik alleen in het leven ben gebleven. Achtergebleven. Mm. En dan moet ik door. Dus er zijn twee verschillende dingen. Misschien ik ooit zal accepteren dat mijn man overleden is. Want het leven is groot. En het leven is wel krachtig. Je gaat door. Je vindt redenen om door te gaan. Ja, ik ben nu verhuisd naar de zee, want ik vind troost bij de zee. Dus ik zoek redenen om door te gaan. Ja. Zo'n bijzondere man, mijn man, overleden is. Dat is iets wat ik nooit zal kunnen verwerken. Ja. Dat kan mijn brein niet verwerken en niet accepteren. Dat is iets waarmee ik vecht vanaf voor zijn dood. Vanaf die 4 maanden waarin wij wisten dat hij dood zal gaan. Mm-hmm. Voor hem was het ook heel moeilijk om te accepteren. En volgens mij heeft hij niet kunnen accepteren. En mijn brein doet van alles. Mijn brein verzint manieren om zijn dood te incorporeren in mijn leven. Ik heb het gevoel vaak dat als ik in de stad ben, dat hij ergens naast me zit. Dat zijn dood, of wie hij geworden is, geïncorporeerd is in de ruimte waarin ik beweeg. Ik zat in de trein onderweg naar een optreden in Amsterdam. En toen had ik voor het eerst een paar maanden na zijn dood. Ik had voor het eerst het gevoel dat hij naast mij zat. Ja. En dat heb ik af en toe, niet altijd. Want als ik dat altijd zou hebben, zou ik misschien meer troost uitputten van deze verzinsels van mijn brein. Na zijn dood ben ik ervan bewust geworden dat ik niet kan geloven dat hij ergens anders is. Voor zijn dood, ja, ik weet hoe het klinkt, maar voor ons was dat belangrijk. Voor zijn dood hebben we afgesproken dat hij mij een teken zal geven. Hij zei, ik zal alles doen om je een teken te geven. En ik zat daar te wachten. Eerst denk je, je zit zo in een donker magisch realisme van de dood. En dan denk je, als verse weduwe, ik zit hier te wachten op een teken van hem. Maar dat komt niet. Dat bestaat niet. Er is geen teken. Want ja, hij zei, ik zal alles doen om je een teken te geven. En in de eerste week niet, de tweede week niet, de eerste maand niet. In het eerste jaar niet. En dan begrijp je dat je eigenlijk erin niet gelooft. Dat bestaat niet. Ik geloof niet dat hij ergens is. Ik geloof, als ik in iets moet geloven, dat hij misschien energie is ergens. In het beste geval, hoop ik voor hem. Nou, jij voelt vooral afwezigheid. Of af en toe aanwezigheid. Ik voel dat ik de antenne niet heb. Mm-hmm. Om meer te voelen. Misschien ben ik te aanwezig in het leven. Te bezig met het leven. Maar ik denk het niet. Ik ben iemand die ook goed kan fantaseren. Nee, ik denk dat ik misschien de antenne niet heb. Als hij iets gezegd heeft. Hij komt soms in mijn dromen. En er zijn momenten. Als ik wakker word. Op het moment dat ik wakker word. Opent de werkelijkheid zich. Of de grens tussen droom en wakker worden is een deur naar hem. Want ik voel hem af en toe op het moment dat ik wakker word. Het is alsof de werkelijkheid zich opent in een nieuwe werkelijkheid. Of in een niche van de werkelijkheid waarin hij misschien nog zit in mijn herinnering. In de gewoontes die ik zoveel jaren, langer dan 20 jaar gehad heb om hem bij me te hebben. En dan voel ik hem. Maar ik denk dat dat meer mijn brein is dan
dat hij in het echt daar is. Mira, wat me ook opviel is dat bij het artikel van De Groene is de titel van in Nederland zeg je rouwen doe je in je eentje, heette het geloof ik. Ja. Dat je zo ook, je had Roemenië achter je gelaten en dat het ook zo terugkwam in je rouw dat je ook miste wat, hoe men daar met de dood omging. Ja, want daar ben je met elkaar. Je bent niet alleen met je familie, maar het hele dorp komt bij de begrafenis, troost je. Je hebt veel tradities rond de dood. Veel tradities. En als kind heb ik dat vaak meegemaakt. En het is een spektakel, maar ook een troost voor degene die iemand verliest. Het is een... Je voelt misschien meer dan ooit dat je deel bent van een gemeenschappelijk iets, van een community. Hmm. En hier hebben we André gecremeerd. En dan kwam ik naar huis in mijn eentje. En het was absurd. Het was zo absurd dat ik geen idee had wat ik moest denken. Ik voelde wel, maar de pijn was ook zo groot dat ik verdoofd was door de pijn. Dus ik zat gewoon te kijken naar de bloemen die ik had meegenomen. Zo'n lange orchidee. Dus keek ik naar die bloem. Alsof ik ook een object was. Iets in de ruimte waarin hij niet meer was. En deze eenzaamheid heb ik daarna vooral enorm gevoeld. De eenzaamheid. Ik heb gerouwd in mijn eentje. Heel eenzaam, alsof ik op de bodem van een oceaan zat. En iedereen zat bij de oppervlakte en wachtte tot ik terug naar de oppervlakte zou gaan. Maar het lukt je niet meer. Je zit daar in je eentje, want niemand lijkt je pijn te begrijpen. Mensen of vrienden wachten tot het beter gaat. Maar het gaat niet beter. En je hebt mensen nodig, mensen die niet wachten, mensen die bij je deur komen en vragen, heb je iets nodig? Hmm. Of niet eens vragen, met jou koffie komen drinken. Elke avond probeerde ik tenminste iemand te bellen. En op een moment heeft iemand die het zat was dat ik elke avond belde, heeft ze mij zo'n algemeen nummer van zo'n organisatie gegeven. Om gewoon met een vreemde te praten. Maar eigenlijk heb je iemand nodig die naar jou kijkt en zegt, ik zie je en ik begrijp je pijn. Die bij je blijft. Die bij je pijn kan blijven. Ja. Ja. Dus ik ben ontzettend eenzaam geweest. Nu begin ik deze eenzame tuin die mijn leven geworden is, begin ik te bevolken met werk, meer werk. Meer mensen zien, hoewel ik nog moeite heb om afspraken te maken. Ja, ik probeer. Ik heb mijn dochter. Mijn dochter woont al lang niet meer thuis. Maar ik zie haar regelmatig. En als ik haar zie, maakt ze ook grappen. Zegt, ik ben jouw oplaadpaaltje. Oplader gewoon. Want zo had het. Zo is het. Als ik haar zie, voel ik dat ik een enorme energie krijg, dat ik weer de oude ben. Maar je kunt je kind niet opzadelen met zo'n functie. Ik wil haar zien, omdat zij mij ook wil zien. Niet dat ze zich verplicht voelt om mij op te laden. Ja. Toen hij overleden was, hè, schrijf je in het artikel, van toen ben je bij hem gaan zitten en niet meer weggegaan, hè? Ja. Dat jij zo, een zin die me daarvan zo bijgebleven is, is dat zijn dode lichaam jou kon kalmeren. Ja, hij lag 7 dagen lang in een mortuarium. En ik ben natuurlijk elke dag naar hem gegaan. Ik kon hem niet alleen daar laten. Dus in dat mortuarium, elke dag daar met hem aanraken en kussen.
en aaien en kijken hoe zijn lichaam veranderde. Je luistert naar de podcast De Verliescirkel. Vandaag is Riet in gesprek met Mira Fetikou. We hadden het straks even vooraf ook over hoe je André in Boekarest hebt leren kennen. Hè? Jullie deden dezelfde studie. En waarom werd je verliefd op hem? Waarom viel je op hem? Hij was zo anders. Hè. Hij was zo anders dan de mannen die ik kende. Ik was niet van plan om te trouwen in Boekarest. Ik dacht dat ik gewoon alleen zou blijven. Ik vond de Roemeense mannen te macho. Ik wilde niet zo'n leven waarin je een man dient. Hmm. Maar ik ontmoette André, die bloosde. Als je met hem praatte, bloosde hij. En dat vond ik zo mooi. En hij was zo anders. Alles was anders. Hij was stil. Hij wilde niet te veel ruimte innemen. Hij was zo bescheiden. Mijn hele leven was ik onder de indruk van zijn bescheidenheid. Ik hield van hem door zijn bescheidenheid. Door hoe hij in het leven stond. Ik was zo onder de indruk van hem. En toen zijn jullie na een paar jaar naar Nederland verhuisd in 2000? Ja, ik ben opgegroeid in een internaat vanaf mijn 13e. En mijn hele leven heb ik een vader gezocht. Daardoor, zeg ik zelf, ben ik op verkeerde knieën gaan zitten. En ik weet hoe dat is. Om vader zoeken je hele leven. Ja. En dat wilde ik niet voor mijn dochter. Dus toen hij zei, Eva, onze dochter was 2. Hij zei, ik mis het water. Ik had geen idee wat dat was. Want ik kende Nederland niet. En dan werd ik een beetje bang. Ik dacht, als hij haat, zal mijn dochter hetzelfde doen. Haar vader zoeken. In elke man een vader zoeken of zich altijd willen bewijzen. En dat wilde ik niet. En toen zei ik, oké, wat wil je? Hoe zullen we dat doen? Zullen we meegaan? En dan hebben we gedaan. Niet wetend hoe moeilijk het is om te emigreren. Ik had in Roemenië een carrière. Ik was journalist bij Radio 1 van Roemenië. Ik schreef boeken. Ik had een goed leven, mijn eigen huis. Ik had iets opgebouwd. En ja, dan kwam ik naar Nederland. Dan moet je alles opnieuw in een land dat niet van jou is. Dus de taal leren? Taal leren. En dat heb je vrij radicaal gedaan, hè? Ja, ik ben een radicaal iemand, helaas. Ik ben niet van de grijze zone, nee, ik ben van zwart-wit. Als ik iets doe, doe ik 100%. Maar Nederland is mijn eerste taal. Of je eerste taal? Ja. Mijn moedertaal is Roemeens, maar ja. Ik spreek bijna geen Roemeens meer, want ik ken niemand met wie ik Roemeens kan praten. Ja, maar je wilde met anderen ook alleen maar Nederlands praten. Ja, want ik leerde de taal niet, de nieuwe taal. Dus op een moment heb ik tegen hem gezegd, jij wil wel Roemeens praten, om je Roemeens te oefenen. Maar ik leer zo de nieuwe taal niet. Dus vanaf vandaag spreken we alleen maar Nederlands. En hij dacht dat ik een grap maakte, maar ik maakte geen grap. Hij was mijn beste taalmaatje. We hebben altijd gesprekken over taal gehad. In alles. Een gewone zin was voor ons een reden om over de taal, over taal te praten. Die metagesprekken over taal hebben we altijd gehad. Het was alsof wij praten om een reden te hebben om over taal te praten. Allebei waren bezig met taal. Hmm. En dat mis ik enorm. Dat mis ik zo erg. Jij praat ook, vind ik, heel mooi in metaforen. Ja, misschien omdat ik uit een andere taal kom. Ja. Dat kan. Ja. Waarin we meer beeldend praten. Ja. Ik zag ergens dat je schreef van dat André als een soort meteoriet was die voor de zon staat. Hè? Dat het licht eigenlijk verdwenen is nu hij er niet meer is. Ja. Dat vond ik een hele mooie. En ook over die hond, weet je nog dat je dat gezegd hebt? Van dat rouw als een soort zwerfhond is. Ja, die volgt je overal. Die volgt je overal. Je kunt bijna geen moment vergeten dat je rouwt. Ja. Want ja, alles wat je doet, de meest normale, simpele dingen. We zijn besmet door rouwen, door zijn afwezigheid.
En die taal is ook nu nog belangrijk in je rouw. Ergens schrijf je ook van, even kijken hoe je dat ook weer zei, van ik houd me vast aan het Nederlands, zoals een huilend kind aan de rokken van zijn moeder. Was ook mijn verbazing. Er is een theoreticus, Roman Jakobson, die over die 6 functies van de taal praat. En hij noemt de emotionele functie, maar ook de fatische functie. En dat is de gewone functie, waardoor je gewoon met iemand een dialoog maakt. Je vraagt hoe gaat het, of kijk, het is vandaag mooi weer, wat wil je ontbijten? En toen André dood ging, dacht ik, misschien zal ik niet meer kunnen schrijven van gebroken zijn. Maar dat kon ik, zeker. Ik heb kunnen schrijven. Maar wat ik niet meer kon, was die fatische functie. En ik was zo verbaasd dat ik eigenlijk, ik kon niemand meer vragen, hoe gaat het, wat wil je ontbijten? Wil je meer arbeiden of wil je gewoon banaan? Of zal ik iets lekkers voor je maken? Bijna een jaar lang maak ik, als ik kook ik de gerechten die André lekker vond, hoewel ik ze niet lekker vond. En dan eet ik ze op. Het is alsof ik gewoon dat als compensatie, alsof ik zijn aanwezigheid claim door het feit dat ik zijn gerecht bereid of maak. Je schrijft ook over wat voor hulp je gehad hebt, hè? Je had een psycholoog waar je al vaker kwam. En daarna ben je weer een rouwtherapeut weer. Ik heb het gevoel dat ook psychologen verwachten dat je een bepaald tempo moet volgen. Iemand die dat niet heeft meegemaakt, kan mij niet veel vertellen. Ja, want het is iets anders. Het is, zoals ik gezegd heb, een andere dimensie. Het is alsof je over een UFO praat. Je kunt iemand die mij zou vertellen, ik heb een UFO gezien of een UFO heeft mij ontvoerd, zou je zeggen, jawel, ja. Zeker. Met de gedachte, je bent niet goed bij je hoofd. Wat kan iemand mij vertellen die niet weet hoe het is om te rouwen? Mm-hmm. Ik ken iemand, een man, zijn vrouw is 8 jaar geleden overleden. Van hem kreeg ik hele goede tips. En af en toe, als ik niet meer uitkom, heb ik hem of bel ik hem. Dan vraag ik, hoe heb je hier gedaan? Of wat voelde je? Of is dat raar? En dan zegt hij, nee, dit is normaal. Maar wat ik mooi vond, is dat je eigenlijk op een hele andere manier met de psycholoog was er niet. De rouwtherapeut dacht je van, nou ja, dan kan ik net zo goed tegen mezelf zitten praten. Hè? Daar kwam het op neer. Ja. Wat... En dan toen vond je, ja, ik weet niet of ik dat wat troost kan noemen. Je ging naar de kapper. Ik merkte dat ik me beter voelde als de kapster mijn hoofd aanraakte. Ja. Want je hebt een... Je lichaam is een verlaten lichaam. Er is niemand meer die jou knuffelt. Ik ben niet zo iemand die makkelijk mensen knuffelt. Ik had mijn man en voor mij was dat genoeg. En ik heb een lichaam dat veel pijn heeft. Veel pijn en mijn lichaam is verlaten. Een eenzaam lichaam. En ik merkte dat als de kapster mijn hoofd aanraakte, voelde ik me goed. En ik huilde daar en ze lieten me huilen. En dan ging ik ook naar de massage. En dan kon ik ook 1 uur huilen. Daarvoor, tijdens de massage. En daarna bleef ik nog 1 uur huilen. En ik bleef daar gewoon huilen. En dat heeft mij goed gedaan. Ja. Heel goed gedaan. Dus je hebt eigenlijk echt jouw manier gevonden. Ja. Die die mij helpt eigenlijk. Misschien heeft iedereen eigen manier. Ik weet het niet. Maar ik ben niet iemand die op Facebook met iedereen in een zo'n rauw forum praat. Ik heb dat ook geprobeerd. Ik had er niets aan. Nee. Ja. Al die clichés. En ja, die clichés tellen voor iedereen. Maar het was voor mij niet genoeg. En misschien is dat voor niemand genoeg. Dus ik heb me afgeschreven van zo'n groep. En ja, dan ga je in je eentje verder. Of mensen met mensen die dat kennen. En lezen heb je veel gedaan? Ja. Ik lees nog steeds. Als ik het is een obsessie. Misschien zal dat mijn hele leven zo zijn. Ik ben geobsedeerd door dood. Ik lees enorm veel.
daarover. Ik lees nu elke dag Montaigne. En ik heb iets heel moois ook over dood. Ik lees elke dag van hem iets van zijn essays uit hem, uit zijn boek. De eindbestemming van ons leven is de dood, zegt hij. Dat moeten wij hoe dan ook in de gaten houden. Hoe kunnen wij, als de dood ons afschrikt, ook maar één stap voorwaarts doen, zonder dat het zweet ons uitbreekt? De strategie van de gewone man is er niet aan te denken. En dat vind ik, ik vond het zo mooi. Ik ben een groot fan van hem. Dat is het. Dat je, als je een normaal leven hebt, als je niemand verliest, weet je niets van de dood. Mm-hmm. En als de dood binnen je huis komt, gaat die niet meer weg. Mm-hmm. Nooit meer. Je kent de dood. In het begin weet je niet wat dat is. Je moet begrijpen. Ik kan niet zeggen dat ik begrijp. Maar ik wil wel meer en meer weten. Ja. En ja, als ik nu een tekst over de dood vind, ja, het is misschien raar. Maar het raakt me elke keer. En ik blijf lezen over de dood. En ik ben nu bezig met een boek over taal en dood. Gebroken logos. Wat met mijn taal gebeurd is na de dood van André. Het is heel moeilijk om te zien dat iedereen doorgaat. En jij naar een leeg huis gaat. Omdat je, ja, hoe je zijn hand vasthield. Hoe je met hem praatte. Hoe je hem wakker maakte. Hoe je ontbijt voor hem maakte. Hoe je hem blij maakte met dingen. Alles, hoe je ruzie met hem maakte. Hoe je het goed maakte. Ja. Hoe je met hem over je kind praatte. Over jullie kind, over ons kind. Hoe trots we waren. Alles. Er is bijna geen minuut waarin je zonder dood verder kan. Ja. Jij en je dood. Onze truien kunnen nog vele jaren naast elkaar liggen. Elkaar omarmen. Elkaar voelen. Wij niet. Onze sokken kunnen nog vele jaren naast elkaar liggen. Wij niet. Jouw schoenen staan nog naast de mijne nog vele jaren en zullen samen oud worden. Wij niet. Ik draag je, onzichtbaar voor velen, elke dag die nog komt. Jou en je dood. Op een dag zal ook mijn dood naast de jouwe komen liggen. Dankjewel, Mira. Bedankt voor het luisteren. Elke maand komt er een nieuwe aflevering van de Verliescirkel online. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast.